allemaal, ik wil vandaag een basisrecept met jullie delen, namelijk fijne cake. En waarschijnlijk ken je het recept al, want naar mijn mening zou iedereen het basisrecept wel moeten kennen. Mocht je het niet kennen, dan is deze video natuurlijk mooi meegenomen. En laten we gauw gaan beginnen. 200 gram roomboter op kamertemperatuur. 1 zakje vanillesuiker. 200 gram bloem. 200 gram suiker. En tot slot nog 3 eieren op kamertemperatuur. Vet je bakvorm in en verwarm de oven voor op 175 graden. Als eerst doe je de boter, suiker en de vanillesuiker in een kom. En dit ga je met elkaar mixen. Aan deze botermix voeg je nu een ei toe. Alle eieren mix je één voor één, zodat ze goed zijn worden opgenomen. Ei nummer 2. En tot slot de laatste ei. Oké, nu is de bedoeling dat je de bloem er gewoon doorheen schept. Zo blijft het mengsel namelijk luchtig. Zo. Dan pak je je bakvorm erbij. Deze. En dan schep je het mengsel er gewoon in. Zo, en dan bestrijk je hem even tot deze glad is. Dan kan die 1 uur en 15 minuten in de oven. Nou, de cake is uit de oven. Ik heb hem uit de oven gehaald. En alvast in kleine plakjes gesneden. En ik zal eens even een voorbeeldje pakken. Zo ziet de cake eruit. Hij is goed luchtig. Oh, hij ziet er echt lekker uit. Dan wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer.